Voorzitter, ik ben het echt voor een heel groot deel met dit betoog van mevrouw Hertzberger eens. Het is niet uit te leggen, zei mevrouw Hertzberger, en ze sprak over rechtsongelijkheid. En eigenlijk zit ik eigenlijk even die laatste 10 minuten met elkaar te vergelijken. Want ik hoorde net een woordvoerder die tegenover mevrouw Bromet, de heer Van Kamp, ging net tegenover mevrouw Bromet tekeer dat het beleid juist de rechtsstaat zou hebben versterkt. Of in lijn zou zijn, hè, dat als je iets anders zou doen, nou, dat zou helemaal afbreuk doen aan de rechtsstaat. Ik zou graag aan mevrouw Hertzberger willen vragen wat ze van dat soort uitspraken vindt. Nou, we zien, dank voor deze vraag. We zien in ieder geval dat er in praktijk door het bevoegd gezag enorm selectief is omgesprongen. Er is selectief omgesprongen met referentiejaren. Er is selectief omgesprongen met juridische risico's. Er is selectief omgesprongen met rekeninstrumenten en de statistiek. Er is selectief omgesprongen met interpretatie van rechtelijke uitspraken. En dat vinden wij heel kwalijk. Want wie er hier durft te beweren dat de praktische ongelijkheid in het land niet het gevolg is van politieke besluiten, die kan ik niet echt serieus nemen meer. Ja, voorzitter. Ik had ook echt het gevoel, en het komt straks ook in mijn woordvoering terug, de bank wint altijd. Je kunt meedoen, maar uiteindelijk, we zijn allemaal gelijk, alle dieren zijn gelijk. Maar er is altijd één varkentje, lijkt er meer gelijk. En dat zijn die hele grote economische belangen. Ik ben ook wel benieuwd naar hoe de fractie van NSC nu verder wil. Want deze vergunning is mogelijkerwijs juridisch wankel. Maar mijn vraag gaat eigenlijk over die pasmelders. Want dat is natuurlijk wel heel erg wrang. 7 zijn er geloof ik geholpen de afgelopen 5 jaar. Wat zijn voorstellen die we nu kunnen doen? Ik kwam net al voorbij. Maak nou dat extern salderen, maak dat nou publiek. Room ook een deel van de verder af om te geven aan pasmelders. Zijn dat 2 voorstellen waar ook de fractie van NSC achter zou kunnen staan? Om eerlijk te zijn, alles wat werkt. Het is laat 1000 bloemen bloeien. Als er eentje is die deze mensen uit hun penibele situatie gaan helpen, dan goed. Dus wij stemmen daar allemaal voor. Maar ik moet wel zeggen dat de voorkeur van Nieuw Sociaal Contract is om modellen, rekeninstrumenten, een toepassingsbereik te geven. Dus als je zegt, wij kunnen niet uitrekenen hoeveel stikstof er bijvoorbeeld buiten de 25 kilometer neervalt, en die redenering die houdt stand bij de Raad van State, dan vinden wij dat je dat ook voor de ondergrens moet doen. Want rapport na rapport na rapport, hè, Leen Hoordijk, maar ook TNO, maar ook de nieuwe denktank met expertoordeel van Arthur Pedersen, hebben geconcludeerd dat Arius Calculator vanwege de kleine hexagonen waarop de stikstof berekend wordt, maar ook vanwege het gebrek aan ondergrens, niet doelgeschikt is voor vergunningverlening. En daarom heeft Nieuw Sociaal Contract, is het onze voorkeur om gewoon modellen op een wetenschappelijk verantwoorde manier te gaan gebruiken. Maar uiteindelijk, ja, dat is stap 1. Hè? En daarna de KDW uit de wet. En naar emissiebeleid vinden we ook erg belangrijk. Want dat is op termijn, denken we, dat wat nodig is. Mevrouw Nijhoff. Dank u, voorzitter. Voorzitter, ik zou via u, mevrouw Hertzberg, graag vragen of zij, waar zij haar cijfers vandaan haalt. Want